Okay, ready. Battle. The first series of Spitfire used twin-blade wooden propellers, but from Wrong. the 74th craft onwards. En toen kon ik verder niet lezen. Ja. Objective: destroy ground forces of the enemy. Nope. Ja, ik kan het zeggen. Oh, mate, dat zie ik niet zo zitten. Nah, mate, not doing that. Nah, mate. I'm not having it. Not having it. Hoep. Recht omhoog. Doei A20G. Hoep. Ideal airspeed. Nee, ietsjes hoger. Ik hou ervan dat destroy the enemy aircraft gewoon een secondary objective is. Ja. Klopt. Weet je wat ik nooit wist? Als je naar top gaat, kun je ook naar orders gaan. Oh, echt? Klopt. Voor mij wist ik dat wel. All different classes. Activate maximum possible score in given amount of time. Destroy marked units in given amount of time. Sure. Ik moet toch van ze af. Ja. Oké, de Junkers 88 is nu Mark Turret. Rip. Ja. Flies in a bomber, in a very sluggish bomber. You're the Mark Target! Of het is de A4 variant, dan heeft hij een paar guns, maar dan maakt hem niet sluggish. Oké, Hamsal Jibu in de 109 is en Tarzan die daaronder zit is ook wel... Ja, maar de Hamsam Sibul vliegt van ons weg. Oké. En Tarzan in de I-185 vliegt naar ons toe, maar is gefixeerd op de P-47. Ja, maar die andere guy in de 109 kan link worden, want hij heeft nog steeds een... Ik ga naar de Junkers 88, want ik zit er toch dichtbij. Ja, oké. Hij wordt al geëngaged, ik zou het niet doen. Ik zou eerder die P-63 pakken die onder je zit. P-63... Ik zie geen P-63 onder me. Waar de fuck? Oh ja, P-63. Zie ik. Heb je hem gevonden? Ja. P-63A. Oh wauw, ik heb een hele boze Junkers op een hele boze. Nope, dat lukte niet. Oh Leon, die target! Jij bent de target, Roen. Hoe ver ben wij van... Jij bent target! Van wie ben ik een target? Van iedereen. Oh. Wel. Jij bent de blind hun target. Jij gaat voor de Junker 87? Oh ja, die is dood. Hamsam Sibul komt naar ons toe. Echt? Ja, maar die gaat waarschijnlijk eerder op de... Die gaat op de B-25 af, hoor. Oh ja, die is dood. Bedankt, B-25. Appreciate it. Oh, for fuck's sake, spacebar spammers. Right. Waar is Roen? Ik zie je niet. Achter je. Achter me. Op hoogte, ja. 3 kilometer. Ongeveer 3 kliks away. 3 kliks. Hoi. Hello, mate. Ik vlieg nu naar je toe, trouwens. Ja. Oké. Okay. We gaan richting die kant. Ik zie een 109, ik zie een 14, ik zie een Jak 7, ik zie een Heinkel 111. Die ziet er lekker uit. Oh, ik zie een Fokko. Ik zie inderdaad een Fokko 190. Daar zit ik het dichtst op. Ja, die is al aan. Maar die wordt toch gepakt. Ja. ME14 is de volgende target, maar die zit zo'n 3 kilometer van maar me weg. Ik zie rechts iets veel T-stiers vliegen. Rechts. Oh shit, dat is een Heinkel 111. Ja, ik zie hem. Die de Hurricane. Die Hurricane die zal misschien naar mij toe klimmen. Misschien dat jij hem die kunt. Jij. Oh. Jij. Waar? Hurricane. Ja, ik zie die Hurricane. Er komt een hele hoop vliegtuigen naar je toe. Oh, Hamsan Sibul is nu de target. Dus jij je hoeft geen zorgen meer te maken. Oké, er zijn een heleboel mensen boos op mij. Oh, Hamsan Sibul vliegt zichzelf in de berg. Serieus. Waar is Roen? Ja, daar is Roen. Waar zijn de mensen die boos op hem zijn? Die Hurricane is boos Leon, op je. Onder je, onder me. Leon,
Leon, ik heb heel veel baiting targets voor je hier. Ja, maar ik moet ze eerst zien en vervolgens naar ze toe turnen. Ja, nu is dat te laat, want die hurricane ontsnapt. 109. Die valt me niet aan. Ja, maar ik zit er toch minder dan een kilometer van af. Ja, oké. Okay. Nope. Als het niet lukt, weer wegwezen. Ja, tuurlijk. Ik heb een hit, maar verder niks. Oh, hij komt nu achter jou aan. Ik ga wraak op hem nemen. Oké. Okay. Oké, okay, nu ziet hij mij. Oké, dat was eng. Oh, Jezus. Wat doe je? Wat doe je? Het was head-on en het was close. Maar ik heb hem vermoord. Wat de fuck deed je? Hij kwam achter jou. Oké, okay, jongens, we hebben Flying Iceman. Waar is hij? In de battle. Nee, het is friendly. Maar nog steeds, Flying Iceman. Onder mij. Waar onder je? The one online. Hij is perfect gebeet. Ja, ik zie hem. Maar die is 4 kilometer ver weg. Letterlijk een andere. Ik zal hem voor je doen. Oh ja, die, daar is de fokkerwolf die naartoe komt. Ja, die bedoelde ik ook. Die was perfect gebeet voor jou. Kijk, waar is... Je had het over een 109. Oh, sorry. Foutje. Nou, dit wordt makkelijk. Hamsam Siboul. Ja, even zien wat hij doet hoor. Even zien wat hij doet. Oké, okay, hij komt omhoog. Nee, omhoog. Hij is boos. Help. Help. Nope. Ik zag die head-on aankomen. Ik heb een vleugeltje minder. Ik vlieg nog, maar ik heb serieus een vleugeltje minder. Oh, wow. Ja, ik kan niks. Ik kan niks. Oh. Mag je zien? Oh, dat ziet er wel schitterend uit. Er zit letterlijk een stuk vleugel minder. Ik moet nu constant A inhouden om überhaupt een kans te hebben van vliegen. Wacht, laat maar langs zij komen. Vlieg even rustig aan. Ja. Idle eventjes, want ik ga weppen. Ik kom niet echt hard dichterbij. Jezus, Mina. Dit is gewoon unflyable. Ja, dit vooral zonder motor is het gewoon unflyable. Rip. Ja, ik kan serieus niks doen. Dat ziet er inderdaad wel dramatisch uit. Hoe vlieg ik überhaupt? Ah. Nee, dat zeg je verkeerd. Kijk in chat. Ja, weet ik. Destroy tanks, please. Not when I'm missing a wing. Oh, Jezus. Het ding turnt... Hij zegt het verkeerd. Je moet niet zeggen destroy tanks, please. Nee, je moet zeggen remove tonk. Remove tonk. Jezus. Jeroen, what the fuck? Dat is in Russian bias language. Oh, dat is Russian bias language. Oké, Hamsam Siboul komt voor een revenge. 2 kilometer closing. Ik zie hem, ik ben niet bang voor hem. Ik wel. Fucking defend mij. Hij weet dat ik een fucking vleugel mis. Leon, vlieg dan naar mij, vlieg naar mij, vlieg naar mij, vlieg naar mij. Ja, ja, mij. Ja. Het gaat een beetje moeilijk. Fluk. Ja, hij heeft mij gezien. Fuck mij. Hij heeft mij gezien. En we hebben ook een G55 die ons assisteert. Ik wou zeggen, er zijn... Oh, echt? Oké, okay, maar er zijn ook meer rooien. Ach, fuck mij. Oh. Dit is gewoon letterlijk gewoon unflyable. Als ik A loslaat, zit ik gewoon 45 graden rechts. Ja. Zoals Ericsson wel eens zegt. Guys, this is undrivable. Ja, Hamsam Siboul gaat nu weg. Hij heeft zich gerealiseerd dat hij gewoon fucking outnumbered is. Ja. Ik ga ook gewoon niet proberen attitude te gainen. Ik bedoel, ik zit toch op 5000 nu. Ja. Dus... mijn goal op dit moment is gewoon om iedereen te ontvluchten. Stenen. Ja. Ja. Ja, dat is mijn goal. Stay alive.
That's the goal. Oh, ik heb Hamsan Sibul boos gemaakt. Oh, fuck. Zie, dan kan hij mij ook als potential target zien. Ik kan jou niet helpen. Maar hij is ook niet boos op jou. Nee, maar... Voor het geval... Ik bedoel, ik kan gewoon een absolute legend zijn en het proberen. Ja, maar dan vlieg je waarschijnlijk in de grond. Ja, ik zit op 5200, sorry. Okay, dus, ja, en er is ook nog een boze Spitfire, dus... Ja, ik zie ze. Hij komt op mij af, fuck mij. Spitfire komt op mij af. Ja? Please help. Please help. Waar is hij? Oh nee, dan gaat hij weer weg. Nou, zie je wel. Als een vliegtuig letterlijk 3 kilometer weg zit, hoef je echt niet bang voor hem te zijn. Nee, maar nog steeds. Ik wil gewoon je laten weten dat hij er is. Nou, oké. Ja, ik had... Aangezien mijn fucking plane condition zo slecht is. Ja, maar Leo, je moet er bij mij van uitgaan dat ik weet, in ieder geval binnen de afstand van 3 kilometer, welke vliegtuigen er bij mij in de buurt zijn. Ja, maar ik wil wel jou laten weten dat er iets aankomt wat... Serieus, als er nu iemand mijn linkervleugel eraf schiet, dan ben ik niet meer fucked. Ben je gebalanceerd? Ja, dan ben ik gewoon gebalanceerd. Ik heb serieus een Thunder... Wil je dat ik het probeer? Nee. Maar ik heb een Thundershow... Ik heb een Thundershow daarvan gezien. Dat hij in een fight zat. Die had ongeveer dezelfde damage als mij. Was al een ander vliegtuig. Was volgens mij Jetfighter zelfs. En vervolgens schiet hij dat andere stuk vleugel eraf. Zijn enemy. Schiet het andere stuk vleugel eraf. Ja, wel. Dat is gewoon absolute legend. Dat is gewoon how to balance a fight. Oh nee, wacht. How to be British. Oh shit, er komt een P38 achter me aan. Oh nee. Oké, ik ben niet meer in de buurt. Zijn smoke trials zijn anders, maar... Iedereen vliegt van me weg, of ik vlieg van hun weg. Oh, we zijn al klaar. Och jezus, hoe heb ik dit overleefd? Heb je kills gehaald of niet? Nee, maar ik heb het wel overleefd. Ja. Daar ben ik al blij genoeg mee. Ja, oké. De halve vleugel lag eraf aan de rechterkant. En ik win er. Hou dat je doel hebt. Ja. Weet je wat je gedaan hebt, Leon, denk ik? Nou? Je hebt je canopy opengeschoven en je rechterarm uitgeschoven. Vleugel. Mijn rechterarm uit... Yes, wat ik verzond was mijn rechterarm uit mijn vleugel. Nee. Nou ja, dat wordt gewoon een apart stukje. Ja, weet je...